Na de wedstrijd Hoek tegen Sportlust staan we tegenover Thomas Heideman. Thomas, een gedenkwaardige dag voor jou, denk ik. Ja, 8-9 weken geleden was mijn laatste wedstrijd tegen Nijkerk. Na de 16 minuten kreeg ik toen nog rood. Voor de rest heb ik veel gekeken. Ja, veel gekeken, niet meegedaan. Dat is dan niet lekker natuurlijk. Nee. Dan mag je vandaag wel invallen. Maar ook niet in de makkelijkste helft. De eerste helft was beter en dan de tweede helft wat moeizaam, denk ik. Ja, klopt. We staan natuurlijk 3-0 voor. Het is warm. Je hoeft ook niet meer per se. We werden wel wat slordig, dat wel. Maar uiteindelijk denk ik wel dat we zakelijk de wedstrijd hebben uitgespeeld. 0 gehouden, 4 goals. Ja, bij Hoek uit, dat is ook lastig. Ja, in ieder geval lekker zometeen de beurs in. 3 punten, 4-0 winnen. Ja. Dan even over jezelf. Ben je al topfit of zit het eraan te komen? Conditioneel moet het natuurlijk nog wel beter. Ik heb, wat ik zeg, 8-9 weken niks gedaan. Dus daar moet ik wel aan werken. Maar voor de rest gaat de goede kant op. Even kijken naar volgende week. Want dat is natuurlijk een potje dat wordt erg leuk tegen FC Lisse. Ja. Zien we dan Thomas Heideman wel in de basis starten? Dat moet je aan de trainer vragen. Daar ga ik niet over. Maar ik zorg wel ervoor dat ik zaterdag fit ben. En dan ligt het aan de trainer of ik speel, ja of nee. Maar wel een mooi vooruitzicht dat je dan toch zo'n topper nog eventjes mee kan pakken. Ja, dan als we nog de 3 punten pakken is het helemaal mooi. Maar wat ik zeg, conditioneel moet het nog wel beter. En volgende week, dat ligt nog Patrick of ik ga spelen of niet. Ja, dan wachten we eventjes rustig op volgende week. Wens ik je een goede thuisreis. Denk dat het wel gaat lukken. Gezellig in de bus. Ja. En ik wens je een heel fijn weekend. Jullie ook. Fijn weekend. Oké, dankjewel.